Leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Ultrax, de enige echte. Nog 40 seconden, jongens. Ja. 39, 38, 37. Ga wel snel zo'n jaar. 33, 32, 31. Nou, het zou heel snel wezen als het jaar vandaag begonnen had. En dan... Ja. Nou, ik bedoel, zo is het 10, 11 uur en zo is het bij het voor jaar. Ik weet niet hoe het met jullie geweest is, maar bij ons is het, is het voorbij gevlogen de avond. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Gelukkig nieuwjaar! 2023, jongens! Ja! Gelukkig nieuwjaar! We gaan zo naar buiten. We gaan nog even buiten kijken. Ja. En we gaan er even vuurwerk opnemen, jongen. Hey, gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, jongen! De allerbeste wensen voor 2023. Ook jullie! Ja, ik denk ik zal zo'n video maken. Vond ik ook wel eens even leuk. Ja, is wel leuk. Ik neem de camera mee, want ik ga nog even filmen. Het nieuwjaarsvideo natuurlijk. Ja, ze hadden slecht weer opgegeven. Het valt tot nu toe reuze mee. Dus, en kijk eens, jongens. Oh. Kijk eens, daar komt hij hoor. Oh. Ja, je ziet het bijna niet, joh. Ja, je ziet het wel zo een beetje zien het zo. Dus, dus ik had mijn camera niet meegenomen, omdat slecht weer... Ja, Joost had speciaal zijn camera niet meegenomen. Die dacht van, ja, het wordt kut weer. Ja. Het is helemaal niks. Had ik het beter wel mee kunnen nemen. Ja, had beter wel mee kunnen nemen. Ja, nou moet hij met zijn telefoon foto's maken. Ja. Dat schiet ook niet op. Nee. Maar we gaan zo even naar buiten toe, jongens. Dat is zeker wat waard. Maar Joost is anders gehaard. Joost is anders gehaard. Oh, is dat zo? Ja. Kijk, zijn de jongens van Kanaf achter de kerk. Doe hem met klaar. Wat k*** is anders geuit? Zo, en dat was ongeveer 24 uur geleden was dat. We zijn inmiddels 24 uur verder. En ik heb daarna niet meer gefilmd. Er waren nog wel wat dingetjes waren er eventjes tijdens Oud en Nieuw. En we zijn eigenlijk nog even naar mijn moeder geweest. En daarna zijn we weer teruggegaan. Heb ik nog eventjes lekker... in een GTA roleplay zitten klooien met de surfer natuurlijk. Ga ik nog een video over maken. Ik ga nog een video maken over Meerdam. Waar ik alles een beetje laat zien wat er inmiddels allemaal veranderd is. Ik ben nu echt met alle auto's bezig die in GTA te vinden zijn. Die ben ik echt allemaal aan het veranderen. Daar wil ik echt allemaal echte auto's voor terug hebben. Dat wordt heel kawaii, want het zijn echt heel veel auto's in GTA. Maar die krijgen allemaal een plekje. Krijgen die. Ik weet niet of dat ik dat nou in de vlog gezegd heb. Nee, dat heb ik niet in de vlog gezegd trouwens. Maar Dribbel, die was ik even kwijt. Ik ben het Dribbel af en toe kwijt. Ik heb een plekje gevonden af en toe. En nu inmiddels is die er... Nee, hij is er weer niet.
Waar is die nou? Is die weer weg? Ook daar zit hij. Daar zit Dribbel. Ik was hem echt de hele dag kwijt gisteren. Daar is die weer, Drippie, hè? Ja, Drippie. Ja, Drippie. Drippie, ja. Dus, vandaar. In ieder geval. Dit was de video eventjes. Dit was in ieder geval mijn oud en nieuw. Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor 2023. En ik ga nog een aparte video maken. Of er komt hierna weer een andere video. Dat zal over een paar dagjes zal dat zijn. En daar ga ik nog wat meer vertellen. Heb ik besloten in 2023 om een stapje terug te doen. En daar ga ik allemaal nog over vertellen. Ik ga niet helemaal stoppen met YouTube. Maar ik ga het wat rustiger aandoen. En dat heb niet met wat anders te maken. Dat heb echt puur met eigen belang te maken. Ik heb gewoon te veel hooi op mijn vork genomen al die tijd. En ik ga het een beetje wat meer rusten. Maar ik heb alweer te veel gezegd. Ik in de volgende vlog ga ik daar meer over vertellen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan blijf je op de hoogte wat er allemaal op mijn kanaal gebeurt. Er komt nog een meer dan video. Er komt nog een andere vlog. Komt er nog over meer details over dat ik een stapje terug ga doen. Ik spreek jullie allemaal in ieder geval goed van deze kant. Tot de volgende vlog. En dag Joost. Oh. Die is ook al weg. Jongens, doei.